Het Nationaal Leger is op schema met zijn voorbereidingen naar de parade en het défilé van 25 november aanstaande. Op vrijdag 18 november vindt er aan de Gravenbergstraat een pre-generale van het Nationaal Leger en het Korps Politie Suriname plaats. De generale na de grote dag is op 22 november. Volgens kapitein Jermaine Fraser, hoofdoperatie Nationaal Leger, is het belangrijk om een défilé en parade te houden, omdat Suriname op die dag jarig is samen met het Nationaal Leger die met de onafhankelijkheid werd opgericht. Het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer zet zich in voor een efficiëntere dienstverlening naar de gemeenschap. Behalve dat burgers zich al sinds een jaar digitaal kunnen registreren, wordt er ook aan gewerkt dat grondaanvragers digitaal kunnen nagaan wat de status van hun aanvraag is. Zodra er genoeg middelen zijn, zal het hele systeem gedigitaliseerd worden. Minister Forswijk benadrukt dat ambtenaren op het departement hun best doen om de burgerij tegemoet te komen. In dit kader is er nu ook een communicatieunit waar personen terecht kunnen met vragen, suggesties of op- en aanmerkingen. 20 jongeren zijn in Kommerwijnen getraind in plantvermeerderingstechnieken met daaraan gekoppeld plantkunde. Tijdens de training werden de deelnemers kennis bijgebracht voor het aanmaken van plantmateriaal voor onder andere vruchtbomen. Door de plantdeskundigen van het ministerie van LVV is middels de praktijk aangeleerd hoe te marketeren, oculeren en te enten.